Ik ben nu 10 jaar advocaat. Ik heb 10 jaar eigenlijk maar al mijn eigen onderneming. Voordat ik advocaat werd, ben ik eigenlijk fiscaal-financieel adviseur geweest. En ik heb toen wat vakken gedaan, fiscaal recht. Maar uiteindelijk had ik zoiets van, ik vond het niet leuk genoeg. Het was mij te cijfermatig en niet echt dat je in de maatschappij stond. En op mijn oom was ook advocaat. En die zei ook van, nou, Conchita, dat is echt wat voor jou om dat te worden. En ik zag ook toen mijn oom, hoe mijn oom werkte, zeg maar. Dat ik dacht van, nou, dat lijkt me ontzettend interessant en leuk. Ik vind het vak ontzettend mooi, omdat je lost iets voor mensen op. Je moet de emoties die mensen dan hebben, want die komen naar jou toe met heel veel emoties. En dat moet je weten om te zetten in iets wat werkbaar is. Hè? En ik vind het ook ontzettend, het geeft me een heel goed gevoel om voor een zaak te vechten. Ik zet me ook enorm in voor de mensen en ik heb een enorme vechtlust. Ik ben echt een pitbull wat dat betreft. Echt fantastisch. En een gezin weten te redden van het feit dat de bank nu het huis uit heeft uitgezet. U heeft nou met succes al in een andere zaak voorkomen dat een van uw andere cliënten door ook de bank die een achterstand opeist uit het huis gezet zou worden. Ja. Welke u won bij de rechter? En dat is dan een soort van unicum geweest in de rechtspraak. Of in ieder geval, dat is eigenlijk in principe geen advocaat, om het zomaar is het gelukt. En mij is dat wel gelukt, ook in het nieuws geweest en dergelijke. En dat soort dingen geeft mij een gevoel van, dat vind ik echt fantastisch. Wat ik heel erg belangrijk vind, is dat cliënten zich goed bij mij voelen. Kijk, ook al zou je niet eens de zaak winnen, maar het feit al hoe je ze behandelt in het hele proces is heel erg belangrijk. Dus dat betekent dat je ze goed ontvangt, gewoon dat ze zich veilig voelen bij je. Dat ze het idee hebben dat je hun zaak goed hun belang behartigt. En wat mij misschien anders maakt, ik sta echt pal zeg maar, achter mijn cliënt. Nu heb ik me eigenlijk gespecialiseerd voornamelijk in persoon- en familierecht. Ik vind het leuk omdat het inderdaad ook een vak is van veel emotionaliteit, veel met mensen te maken heeft. Tine van Rooij, advocaat? Ja. Hallo, goedemiddag.